Mevrouw de staatssecretaris, u hebt uzelf ooit uitverklaard als de Iron Lady. En de tijd berichtte dat u wil besparen op het politiek systeem. U wil ministers en staatssecretarissen 8% van hun loon laten inleveren. En als zelfverklarende Iron Lady vind ik wel dat u daar een beetje enkel maar een symbolische daad verricht. U bent eigenlijk maar een Iron Lady tje. En het is niet alleen een symbolische daad of een symbolisch voorstel, maar het is vooral ook heel hypocriet. Omdat uw regering, waar u in zit, eerst toen Vivaldi opgericht werd, geïnstalleerd werd, het aantal excellenties minister en staatssecretarissen heeft opgetrokken tot 15 ministers en 5 staatssecretarissen. U hebt het budget voor de kabinetten met 25% laten stijgen. Wij hebben hier kabinetten die ondertussen 838 mensen bevolken. Als u echte ambitie hebt om een Iron Lady te zijn, dan heb ik enkele vragen voor u. Bent u bereid om de kabinetten van Vivaldi, inclusief chauffeurs en privékoks, te halveren? Bent u bereid, mevrouw de staatssecretaris, om die muffe senaat van een paar meter verder, die bekend 50 miljoen ieder jaar kost, eindelijk af te schaffen? En bent u bereid om de partijfinanciering gewoon lineair te halveren? Want ik denk dat steeds meer Vlamingen die het moeilijk hebben met hun energiefactuur te betalen, de woorden van uw voorbeeld, mevrouw Thatcher, steeds meer herhalen: we want our money back. Mevrouw de staatssecretaris, ik ben teleurgesteld in uw antwoord. Teleurgesteld. Liberalen die geen 50 miljoen willen besparen door de Senaat af te schaffen. Liberalen die niet willen snoeien in kabinetten. Maar vooral, mevrouw de staatssecretaris, ben ik teleurgesteld dat u nu zegt, we gaan die partijfinanciering halveren. Maar eigenlijk verbaasd moest ik daar toch niet over zijn. Hè? Het zit hier vol met hypocrieten. De hypocrieten van de PvdA, toen wij het voorstel hebben ingediend om de partijfinanciering te halveren, tegengestemd. De hypocrieten van Groen, Calvo die hier nu het hoge woord voert, toen hij moest op knopje duwen, halvering partijfinanciering, tegengestemd. Socialisten, net van hetzelfde. Mevrouw de staatssecretaris, ik heb moeten opzoeken, u bent blijkbaar van de Liberale Partij. Wel, de Liberale Partij had ooit, toen ze nog principes hadden, een heel mooie slogan. Niet de burger levert boven zijn stand, maar de politiek. Het wordt hoog tijd dat u daar naar handelt.